Tweede zondag door het jaar. De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u, Christus. In die tijd zag Johannes de Doper Jezus naar zich toe komen en zei: Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei: Achter mij komt een man die voor mij is, want hij was eerder dan ik. Ook ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom kwam ik met water dopen. Verder getuigde Johannes: Ik heb de Heilige Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. Ook ik kende hem niet, maar die mij gezonden had om met water te dopen, hij had tot mij gesproken: Op wie gij de geest zult zien neerdalen en blijven rusten, hij is het die doopt met de Heilige Geest. Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: deze is de Zoon van God. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, het mooie in dit evangelie, dat is dat Johannes twee keer zegt: Ook ik kende hem niet. En dat hebben we eigenlijk allemaal tegenwoordig in grote getale. Wij kennen hem niet, Jezus. En hij wil zich aan ons openbaren. En dat is de uitdaging, denk ik, voor elk mensenleven. Want als je bij jonge gezinnen komt en ze hebben een baby gekregen, dan is dat mooi om te zien hoe blij men is met dat nieuwe leven. Maar dat leven, dat heeft bescherming nodig. Dat weten we allemaal. Daar hebben we allemaal mama's en papa voor gehad vroeger, die voor ons zorgden, die ons veilig hielden. Maar dat is niet alles. Want hier hebben we het over dat dopen. Johannes heeft Jezus gedoopt. Dat was een tijd voor dit evangelie is dat gebeurd. En hij komt daarop terug op dat doopsel. Dat hij enkel met water heeft gedoopt. En water, goede vrienden, dat is niet voldoende. Klaarblijkelijk, Johannes die getuigt daarvan. Jezus die doopt op een andere manier. Die doopt niet alleen met water, zoals wij dat ook in de kerk doen. Maar hij doopt ook met de Heilige Geest. En daarom zou het eigenlijk voor ouders geen vraag moeten zijn of dat kindje nu wel gedoopt moet worden of niet gedoopt moet worden. Doop die kleine, want het heeft met de Geest te maken, met die Heilige Geest. Dat overstijgt ons aardse denken, ons redeneren. En daarom breng zo'n kind in veiligheid, in die geborgenheid van Gods liefde. Niet blijven staan bij de liefde tussen man en vrouw, tussen papa en mama. Nee, die is ook fijn dat die liefde er is. Maar dat kind kun je dus binden, onlosmakelijk, aan die Heilige Geest van God, die liefde van God. En dat wil je toch geen enkel kind onthouden. Amen.